Ja, hoi. Welkom bij Q&A deel 6. Sorry, we hebben vragen binnen, dus tijd voor weer een Q&A. De eerste komt van Jacco de Rijk. In een van je vlogs vertelde je dat je autisme hebt. In hoeverre heb je er last van? En word je door je autisme ook genegeerd doordat je anders reageert op vragen en zo? Nou, ik heb er last van in het contact met mensen. Dat vind ik moeilijk. Ik herken mensen ook vaak niet. Heb ik in die andere vlog al uitgebreider over gepraat. Dan zie je hier, als het goed is, nu een kadertje van. Ja, ik word wel eens genegeerd. Maar ik denk dat iedereen wel eens genegeerd wordt. In dat het niet specifiek met autisme te maken heeft. Zo, Jacco, zijn tweede vraag. Als je geen alexmiedema.nl had, wat voor werk had je dan gedaan? Nou, ik heb een opleiding gevolgd tot transportplanner. En daarna ben ik jarenlang heb ik in magazijns gewerkt als onder andere heftruckchauffeur. Van magazijn naar magazine is natuurlijk maar een kleine stap. Jacco de Rijk, zijn derde vraag is, werk je alleen voor kleintrucks in je eigen naam of ook voor een ander bedrijf? Nou, ik werk als freelancer voor een heleboel bedrijven. Voor de ene wat duidelijker dan voor de ander. Voor Techno vrij duidelijk natuurlijk. Voor andere bedrijven die geef ik social media advies zonder dat ik daar mee op de voorgrond zelf treed. En ik doe momenteel veel voor Terrein.nu. En samen met Robert Bada voor DakarTrucks.nl. Dus momenteel ook niet alleen in de trucks, maar ook lekker in de offroad sector bezig. Dan nog een Jacco met drie vragen. Dit keer Jacco Terlouw. Jacco's eerste vraag is, van welke foto heb je spijt dat je hem nooit gemaakt hebt? Dus je was in de gelegenheid om de foto te maken, maar je hebt de foto niet gemaakt. Nou, van trucfoto's heb ik niet zoveel spijt dat ik ze niet gemaakt heb. Sommige dingen heb je gewoon niet. Jammer dan. En waar ik wel van baal, ik heb jaren geleden bij het inschepen voor Dakar in Le Havre, daar was Vladimir Tsagin ook de hele dag aanwezig. Dat is veelvoudig winnaar van de Dakar bij de trucks met Kamaz. En ik ben niet van de selfies, maar ik had toch wel heel graag samen met hem op de foto gewild en hem even een handje willen geven. Die man, dat is wel, ik heb heel veel respect voor die man. Jacco, zijn tweede vraag. Zou je een foto overnieuw willen maken met de spullen die je nu hebt? Ook al is het onmogelijk door het verstrijken van de tijd. Ja, mijn eerste 1000 foto's in 1997, die naar de huidige standaard allemaal naadje. Maar, sorry, ja, dat is wel, zegt wel genoeg over de kwaliteit. Dat effect hebben die foto's dus. Die had ik toch heel graag met mijn huidige apparatuur gemaakt. Maar ja, die trucks rijden allemaal niet meer. Wat is je fototoestellen historie? Is Jacco zijn derde vraag. Van je eerste camera tot de huidige Canon EOS M50. Mijn eerste camera was als jongetje van 10 of zo denk ik een schuifcameraatje nog met aparte fotorolletjes. Dus niet eens normale rolletjes, maar aparte dingen. Ik heb geen idee meer of ik daar ooit een rolletje van heb laten ontwikkelen. Maar mijn eerste cameraatje waar ik trucs mee ging fotograferen was een verjaardagscadeautje. Dat was een klein geel cameraatje. Daar heb ik die eerste 1000 foto's mee gemaakt. Toen heb ik via mijn zwager een Hyundai, ook nog steeds analoog, geen spiegelreflex, maar wel een iets betere camera. Daar heb ik echt wel mooie foto's mee gemaakt. Toen kwam mijn eerste Canon spiegelreflex, nog steeds analoog. Als nadat ik het Atheneum had gehaald, heb ik daar een paar jaar mee geschoten. Vervolgens heb ik een paar jaar geen foto's gemaakt, want ik ontdekte vrouwen. Na een tijdje heb ik het weer opgepikt, het fotograferen, eerst met een goedkoop digitaal cameraatje. En later heb ik verschillende Canon spiegelreflexcamera's gehad, digitaal. Maar ik zou echt niet meer weten welke modellen dat waren. Wel vaak de goedkopere modellen in tweedehands, want ik had nooit zoveel geld. Maar voor camera's en voor telefoons en laptops, dat geldt eigenlijk bij mij allemaal precies hetzelfde. Ik besteed er heel veel tijd aan, maar ik heb er achterlijk weinig verstand van. Wat ik ermee maak vind ik heel erg leuk, maar de apparaten zelf die interesseren me eigenlijk bijna niet. Dus ik krijg ook vaak soms van mensen de vraag van, hey, kun je mij een camera adviseren? Nou, dan stuur ik ze graag naar Jacco door, want jij hebt er wel verstand van, ik niet. En nu dus een M50 zoals je weet.
Volgende vraag is van mijn lieftallige echtgenote Hanna Miedemalaan. Die vraagt waarom haar getallen lief zijn. Nou, leuke grap, maar deze getallen zijn weer voor de bullshit bingo. Vraag 2 is, ga je de lotto winnen? Nou, je wilt natuurlijk horen dat ik de lotto al heb gewonnen op het moment dat ik jou ontmoette. Dat is ook zo, maar ik ga alsnog de lotto niet winnen, want ik speel niet mee met de lotto. Vraag 3. Wat is behalve gek veel volgers en views een doel wat je wilt bereiken met of op YouTube? YouTube is voor mij echt een derde tak van mijn bedrijf. Naast de journalistiek en de marketing wil ik van YouTube, dat het een beetje de mengvorm van die beide is voor mij, wil ik daar echt geld mee gaan verdienen. Want ik wil gewoon financieel onafhankelijk worden. Ik wil gewoon geld verdienen met dingen die ik leuk vind om te doen en om te maken. En gewoon niet van anderen afhankelijk zijn voor mijn inkomsten. Gewoon lekker alles zelf. De volgende vraag komt van Vincent Smit. Een Fries van de verkeerde kant van de Afsluitdijk is dat. Die vraagt, denk je er wel eens over om andere vormen van transport uit te lichten? Spoor, water of lucht? Ja, hier zie je weer een linkje. Dat is maar één van de voorbeelden. Of je ziet hem hier, maar volgens mij zie je hem hier. En dus je ziet, ik film ook schepen, ik film treinen, die komen nog online. En ik woon naast de vliegbasis, dus die vliegtuigen die heb ik ook best wel eens voor de lens. Dus daar denk ik niet alleen aan, dat doe ik ook. Dus je bent waarschijnlijk vergeten te abonneren, Vincent. Volgende vraag van Vincent is, komt er een Unimog voor de deur of op het pad? Ja, vast wel zo nu en dan. Er is wel eens een Unimog hier op het pad geweest, maar die was dan van mijn broer. Maar ik denk niet dat ik ooit een Unimog ga kopen, want ja, die zijn vrij duur. En het is wel heel erg leuk, maar niet alles wat leuk is hoef je ook zelf te hebben. Dus ik geniet graag van andermans Unimogs. En ik ben wel aan het sparen voor een Mercedes G-klasse, dus dat is eigenlijk een kleine broertje van een Unimog. Wilco Plette die vraagt, wat zou je ultieme droom zijn op journalistiek gebied? En die heeft Martijn Manro al voor me geantwoord op Facebook. Dat is een paar mensen in dienst nemen. Dan als eerste zou ik mijn vrouw in dienst nemen. Die heb ik beloofd dat zodra ik 1 miljoen abonnees op YouTube heb, neem ik haar in dienst. En Martijn Manro, die neem ik bij mijn 2e miljoen in dienst. En dan hoef ik zelf niet meer zo achterlijk hard te werken. Ik zou wat meer willen uitbesteden. En natuurlijk, een andere droom is meegaan met rallies. Dat heb ik al een keer gedaan aan de Morocco Desert Challenge. Ik zou zo ontzettend graag nog eens naar de Morocco Desert Challenge meegaan. Dat is zo'n geweldige rally. Maar andere rallies en offroad evenementen, die zijn ook leuk. Het is gewoon heel erg mooi. Mijndert Akda, die vraagt, Mijndert Akda is het maatje van Rara Racing trouwens, die vraagt, ga je in 2020 ook een vlog opnemen met Rara Racing bij een autosportevenement waar Rara Racing ook bij aanwezig is voor de Rara Racing Crossvlog? Ja, ik ga in 2020 ook een vlog opnemen met Rara Racing bij een autosportevenement waar Rara Racing ook bij aanwezig is voor de Rara Racing Crossvlog. En Rara Racing sponsort deze vlog helaas niet, want als ik per keer dat ik Rara Racing zou zeggen een x-bedrag zou krijgen, daar was ik niet stinkend rijk geweest. Beterschap trouwens, Mijndert. Dick Tijken en Wietse Koopmans, die hebben beide dezelfde vraag. Die vragen, waarom zijn de truckfan toppers afgeschaft? Nou, die zijn niet helemaal afgeschaft. Op Tractorfin staat nog steeds, elke week op zondag komt daar een overzicht aan met de meest aangeklikte foto's. En de meest gelijkte foto's. Er is een algoritme voor, heeft Tinus ontwikkeld. En daar staat wel een overzichtje, maar daar staan ook heel veel foto's tussen die eigenlijk geen truc zijn, maar eigenlijk meer op Tractorfin thuis horen. En foto's die al uitgebreid in de blog aan bod zijn geweest. Dus dat is het net niet helemaal. Handgepikt is veel mooier, ben ik met jullie eens. Maar ik hikte een tijd terug. Ja, dat was een letterlijke hik. Maar ik hikte dus, of eigenlijk een boer, maar laten we erop houden dat een hik was. Dat is wat minder onfatsoenlijk. Ik hikte tegen een burn-out aan. Ik moest dus gewoon met een paar dingen stoppen. Dus ik heb gekozen voor dingen die eigenlijk het minste opleverden, maar het meeste kosten. Dus ik ben gestopt met de thema-blogjes. Die vond ik heel erg leuk om te maken. De provincia-blogjes, daar ging ik
Elke maand ging ik een dag naar de provincie om daar te trucspotten en te kijken hoe en wat het daar zit. En was heel erg leuk om te maken, maar het kost heel veel tijd, heel veel energie, kost geld. Heb ik allemaal niet. En dat geldt ook voor de trucventoppers. Dat kost zo ontzettend veel tijd om ze te maken. Met het laatste gesprek wat ik met Tinus heb gehad, we hebben zo nu en dan even overleg natuurlijk over onze websites die we samen hebben. Hebben we het er wel over gehad om het wat verder te automatiseren. Dus het is wel de bedoeling dat het weer terugkomt. Deels geautomatiseerd, deels handmatig. Maar tot die tijd zou ik willen zeggen, als er iemand is die het van me over wil nemen, om elke week een truckventoppers samen te stellen. Het is vooral het kiezen is werk. Het technische deel is vrij makkelijk. Ik kan het iedereen leren, denk ik. Dus dan kan die persoon die zich bij me meldt naar aanleiding van dit filmpje, die kan wat mij betreft de truckventoppers gaan samenstellen dan. Dus, Oké, volgende vraag. Pieter Jelke Itzardi. Wanneer ga je eens wat aan je tuin doen? Ik kom er nu en dan langs, maar het is en blijft een oerwoud. Oké, die vraag ga ik in. Daar wil ik in 3 punten op ingaan. Punt 1. Ik ben er nu dus eindelijk achter wie toch elke keer die vrachtwagenchauffeur is die voor ons huis toetert. Dat ben jij. Hoef je voor mij niet te doen. En als je het wel doet, doe het even een paar huizen voordat je er bent. Dan kan ik namelijk snel voor mijn kantoorraam omhoog springen met mijn camera. En dan kom je nog eens in beeld. Punt 2. 2. Dat zijn 2 vingers, niet 1. 2. Punt 2. Ik wilde jou inhuren 10 jaar geleden om een tuin te doen. Wilde jij ook graag doen. Maar het mocht je van je moeder omdat ze mij een griezel vond. Wat op zich wel terecht is natuurlijk. Maar het is eigenlijk wel een beetje jouw schuld hè. Dat mijn tuin er zo uitziet. Jij had het zelf iets aan kunnen doen, maar ja. Ik heb wel een tijd terug nog een hovenier ingehuurd. We hebben afgesproken dat hij bij ons langs zou komen om de voortuin helemaal eruit te halen. Maar die is nooit opkomen dagen. Dat scheelt weer geld, maar dat is wel jammer. En punt 3. Ik doe wel wat aan de tuin. Ik zorg ervoor dat het binnen de grenzen van ons erf blijft. En dat het niet te woest wordt. Dat het in ieder geval geen overlast veroorzaakt. En of het mooi is, dat is de smaak van iedereen. Ik vind het zelf wel heel mooi. Want het zit vol met vogels altijd. En er zijn zoveel tuinen die tegenwoordig gewoon parkeerplaatsen zijn. En ik heb veel liever wat beestjes in de tuin. En de katten vinden het ook heerlijk als er vogeltjes in onze tuin zitten. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ook al voeren we de vogels niet om er vervolgens kattenvoer van te maken. Maar ja, het is. Ik hou ervan zoals mijn tuin nu is. Het bevalt me prima. We zijn bijna aan het eind. Zal er niet veel mensen er nog zijn. De meeste zijn al afgehaakt. Maar we zijn er bijna. Nog even volhouden. Eén laatste vraag komt van Henk de Groot. Wat is je favoriete bezigheid als je echt vrij bent? Ik ben niet heel veel vrij. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Ook op vakantie. Ik heb geen idee wat ik moet doen. In Denemarken zijn we naar een strand geweest. Ja, op Ameland zijn we op het strand geweest. Mijn vrouw ligt dan heerlijk op het strand en die gaat zwemmen. En op Ameland ben ik de autootjes van de KNRM gaan fotograferen en filmen. En in Denemarken op het autostrand ook wat foto's gemaakt en zo. Maar wat ik wel leuk vind is met Lego spelen. Dat was een van de redenen waarom we naar Denemarken gingen. Een film kijken samen met mijn vrouw. Liefst lekker in bed. Lekker uit eten met mijn vrouw. De katten knuffelen. Dus ja, dat. Kijk, ik drink geen cola meer. Ik drink water tegenwoordig. Gewoon water. Als jullie me willen sponsoren, doe geen moeite. Het komt gewoon uit de kraan. De laatste vraag komt van Wietse Koopmans. Is dit de laatste keer dat we van die onzinnige vragen moeten stellen? Of moet ik me voorbereiden op de volgende Q&A? Nou, bereid je maar vast voor op deel 7, Wietse. En nieuwe vragen kunnen weer gesteld worden in een reactieveld hier op YouTube of op een van de plekken op social media waar ik het filmpje gedeeld heb. En vergeet niet te abonneren en tot kiekers. En dan ga ik nu awkward in het scherm staren. Want hier staat dat je kunt abonneren op me. Hier staat dat je mijn meest recente filmpje aan kunt klikken. Hier het meest geschikte voor jouw filmpje. En hier staat
een playlist van Midimix.